Het verkeerscirculatieplan in het centrum van Den Haag. Nou, ruim een jaar geleden inmiddels is dat gepresenteerd. En inmiddels lijkt vrijwel niemand meer blij. Maar vanwege het collegeakkoord is dat VCP, zoals het genoemd wordt, onafwendbaar. Bewoners van het centrum zijn zeker niet blij. Ze hebben zich verenigd in de actiegroep VCP Nee. Want bij die bewoners naar Burengerstraten zullen straks alleen na een lange omweg nog te bereiken zijn. Twee Hagenaars, Cesar Zuiderwijk en Sjaak Bral, zijn makker, kunnen we toch noemen, dat zijn prominente inwoners van het centrum van Den Haag. En Ben van der Sman van VCP Nee, die bood ze een verkenning van het verkeerscirculatieplan aan. In zijn cabrio op een zeer regenachtige dag. Ik sta hier met mijn goede vriend Cesar Zuiderwijk, waar ik graag af en toe een glas wijn bij mag drinken in de Prinsenstraat. En Ben van Ben Ellies, van de gitaarwinkel. Ja. En jullie hebben mij gewaarschuwd vanwege het verkeerscirculatieplan. Wat ik zelf een fantastisch idee vind, want er moet wat gecirculeerd worden in Den Haag. Maar dat is niet goed. Nou, blijkbaar niet. Ik woon daar ongeveer. Kijk, ik kan naar mijn huis zwaaien. Ja. Daar zal ik zo'n 6 kilometer om moeten gaan rijden over... Maar dat geloof ik niet. Ja, nou ja, je zal het wel zien straks, Sjaak. Nou, ik denk dat we dan even moeten gaan rijden. Want ik denk dat het goed is vandaag dat er een verkeerscirculatieplan komt. En dat ik nog makkelijker bij jou kan komen. Ze willen het centrum ingedelen in 3 sectoren. En tussen die sectoren is er dan helemaal geen verkeer meer mogelijk. Als je gewoon kijkt naar de auto's die er nu rijden op het Piet Heijnplein, 80% van die auto's zal een nieuwe route moeten gaan rijden, keer 5 kilometer. Ik bedoel, dit hele plan zorgt daarnaast voor vele tienduizenden kilometers per dag extra. Het is niet echt een prettig plan volgens jullie, maar ik laat mij graag overtuigen in de auto zelf. Dus laten we even doen alsof het 2009 is, want dan moet het klaar zijn, het verkeerscirculatieplan. Ja. We pakken de paraplu's en we gaan de auto in. Kom, Cees. Let's go. Dus het is nu 2009? Het is nu 2009. Dan zien we er toch nog goed uit voor onze leeftijd. Nee? Nou, Cesia Wouner-Huis, dat is dus, je kan het hier zien liggen, dat is 200 meter verderop. In de Prinsenstraat? Prinsenstraat. Alleen, 2009, het verkeersplein is hier zo veranderd. Je kan vanuit de Annapolanestraat alleen nog maar linksaf de stad uit. I've gotta get home to my child, my wife. En dit wordt gewoon helemaal afgesloten voor verkeer. Dat wordt elektrisch verkeer. Nou, ik vind tot nu toe, het is even omrijden, maar het is toch, en het weer valt niet mee, maar ik moet je zeggen, tot nu toe vermaak ik me uitstekend. Kijk, dat er moet gecirculeerd worden met het verkeer in Den Haag. Het is één groot hartinfarct op dit moment. Het is eigenlijk meer een bloedcirculatieplan, hè, wat ze maken. Dan moeten we de Koningin Emmakade op, dan de Elandstraat in. Hé? Hey? Ja. Koningin Emmakade? Ja. Ja, ik heb het nu bedacht, hoor. We rijden nu het stadsdeel Scheveningen in, het te grote Terginnenlaan. Dit is dus... Zijn haarkje gaan happen. Zo moet ik vanuit de Prinsenstraat ook de stad uit straks, hè? Ja, tegengestelde richting straks. Jongen, zeg even. Navaat dat ze dit bedacht hebben. Ik hoop niet dat ik snel vergeet achtervoor dat ik een paar stokken heb thuis op laten liggen. Want dan heb je een dagtaak, joh. Maar ik heb goed nieuws, we mogen hier al linksaf. Hier mogen we linksaf? Ja. Als je daarna gaat dat op het ogenblik, dat staat allemaal in het dikke plan van de gemeente, op de Mauritskade, ze willen doorgaand verkeer eruit hebben. Op de Mauritskade is 83% van de auto's wat er rijdt, dat is bestemmingsverkeer, bewoners, mensen die er werken. En 17% is maar doorgaand verkeer. Maar dit is toch niet goed voor het milieu? We zijn alweer 3 knaken verder in benzine. We hebben een anderhalve maand geleden hebben we een actie op het Piet Heijnplein gedaan om flyers uit te delen van hoe de nieuwe situatie wordt op dat plein. Als je daarna gaat van die 1000 auto's die daar rijden, dat 800 auto's die moeten een andere route gaan rijden, keer 5 kilometer, dan heb je het over 4000 kilometer alleen op dat punt naar een half uurtje spits. Het is echt, dit hele plan dit zorgt voor 10.000 kilometers per dag. En bij de volgende stoplichten mogen we linksaf. Bij de Noordwest Buitensingel, daar mogen we linksaf. Oh, nee, daarvoor al toch, hoop ik. Elandstraat. Ja, heerlijk. Hey Ben, wat gaat het nou kosten, dit geintje? Want dat zijn natuurlijk weer geen misselijke bedragen waarschijnlijk, hè, waar ze over spreken. In totaal hebben ze hier als budget 120 miljoen voor. 120 miljoen? Ja.
Daar kun je gewoon alle sterspelers voor ADO verkopen. Nou, we hebben al één sterspeler natuurlijk, maar daar kun je alle sterspelers verkopen die je wil hebben. Ze komen alleen maar in actie als ze merken van, jongens, dit gaat ons kiezers kosten. Ja, maar er is net gekozen. Die gemeenteraad is net gekozen en het landelijk net gekozen. Ja? Je hebt alleen in maart de Provinciale Staten. Nou, die bemoeien zich hier echt niet mee. Hoewel, die zitten natuurlijk op de Koningskade met de Provinciale Staten. Daar ben ik niet fris mee natuurlijk. Mm-hmm. De Koningskade, moet ik zeggen, de files zijn wel overzichtelijker geworden. Je weet nou waar je vaststaat. En dit is geen verkeerscirculatieplan, maar een verkeerd circulatieplan. Juist. Veel plezier ermee. Ik ga lopen. Hier. Nou, je wordt bedankt, Sjaak. Ja. Leuk je gekend te hebben. Ja, en succes met de rest van je leven. Hey, jij ook, Ben? Ja, de beste Sjaak. Nou, er blijven niet veel mensen over hier in de binnenstad als dat zo gaat. 145 miles to go.